mensen die ouder zijn dan 3 jaar kunnen deze video liken voor extra geluk. Probeer het maar. Als het niet lukt ben je gewoon jonger dan 3. Ook al denk je van niet, het is zo. Hoe oud is dit meisje? Oké, we moeten raden. Ik denk dat zij 17 is. Wat denk jij? Laat het in de comments weten. 21! Ja, dat kan eigenlijk best wel. Maar ik achtte het juist lager, omdat ik weet dat dames er tegenwoordig ouder uitzien dan ze zijn. Ik weet niet of dat, is dat een belediging? Deze dame is 21. Ik weet het. Wat? Dat is wat ik bedoel. Deze dame ziet er niet uit als 15. Oké, deze moet ik doorspoelen. Hoe oud is deze dame? Oké, wacht. Dit is echt tricky. Deze kan letterlijk iets van 14 zijn. Ik ga gewoon 16 zeggen. I play it safe, you know. Ze is 24! Dat is echt heel erg. Oké, deze dame. Job, denk na. Ze heeft lippen en ze heeft ogen. Dat moet haar wel ouder dan 18 maken. 12. 19. Ik zat er zo dichtbij. Ik had gewoon letterlijk op mezelf moeten vertrouwen. Oké, deze dame. Ze ziet er jong uit. I mean, like, come on. We weten allemaal dat deze dame sowieso 15 is. Ik weet het. 19. Oké, ik ben een faal. Ik ben echt een faal. Ik ben hier slecht in, oké? Kijk, weet je wat het is? Make-up doet natuurlijk ook een hoop met het uiterlijk van iemand. En wellicht ook met de inschatting van leeftijd. Zij is 18. 100%. 26! Dat is dan best wel complimentieus, toch? Dat ik haar 18 achter wil. Oké, deze dame. Oké, zij ziet er jong uit, man. Zij is 17. Zij is sowieso 17. Ze is 14. Ze is 14. Zij ziet er niet uit als 14. Even serieus. Misschien komt het door die nepnagels. Misschien komt het door dat dingetje naar neus. Piercing. Ze ziet er niet uit als 14. Oké, deze dame is echt iets van 13 of zo. Maar ze kan ook echt weer makkelijk 21 zijn. Mijn hoofd staat op hol. 20. Ze is 20. Ze is 14. Ze is 14, Job. Oké, luister. Als deze dame niet ouder is dan 18, dan eet ik mijn ellebogen op, terwijl ik er niet eens bij kan komen. 19. Echt, ik moet gewoon 1 keer moet ik het juist hebben. 1 keer is voldoende. Deze dame is 16. 18. Ah, dat is toch 2 jaar. Ja, nee, oké. Oh, dit ik ken haar. Ik heb haar eens een keer gezien in dit soort challenges. Want dit is sowieso een bekende challenge. Raad haar leeftijd. Zij is 15. Zij is 15. Yes! Ik heb het goed, man. Oké, deze dame. Ze ziet eruit als een volwassene. Maar ook als een tiener. 17. Ik pak de middenweg. 16. Oh my gosh. Ben ik nou hier zo slecht in? Of is dit spel gewoon zo goed? Ik kwam er raar uit. Ik ben gewoon slecht. Oké, zij is 16, denk ik. 14. Oké, stel voor jij weet niet hoe oud ik ben. Hoe oud zou je mij achten? Oké, deze dame ziet er echt uit als 22. Misschien zelfs 23. Weet je, 22. Let's play it safe. Waarschijnlijk is ze ouder dan dat. 20. Dat is niet ouder dan 22. Maar ik zat er dichtbij. Oké, dit is een verraderlijke. Er is een dikke filter overheen geplakt. Niet dat dat uitmaakt. Ik denk dat zij 19 is. 23. Is het een compliment als je iemand zeg maar jonger acht dan diegene echt is? Ik geloof dat als je boven de 20 bent, dat het als een compliment wordt gezien. Dat je er jonger uit, weet ik veel. Whatever. Al denk je dat ik 40 ben. Ik ben 45. Deze dame zagen we net ook, toch? Zij was 15. Zij was 15. 1,5. 1,5. Ze is in één keer 3 jaar ouder. Oké, deze dame is 17. Oh, ze is 20. Oké, deze dame, en ik weet het 100% zeker, ik kan niet falen, is 21 jaar oud. Ze is 18. Ik faal. Heel hard. Oké, deze dame. Ja, maar deze is mini. 19. Ik zweer dat deze is 19. 15. Ze is 15. Deze dame. Ze staat voor een bos met rozen. 21. 20. Oh, dat is zo naar. Oeh, zij heeft echt mooi haar. Like, legit. Dat maakt haar sowieso ouder dan 18. 21. Hey, ik had gelijk. Dit is die bekende TikTok-ster, toch? 17, denk ik? 16. Zij is geloof ik het zusje van die andere. Ik heb geen verstand van. 19. Oh, maar oké. Ik zei het inderdaad toen het al in beeld kwam. Maar ik heb het zelf bedacht. Oké, deze vertrouw ik echt niet. Zeg maar, dit meisje ziet er echt uit als 13 of zo. Maar wedden dat ze... Ze is 14. Oh, dat is op zich. Dat zat ik er dichtbij. Oké, deze dame. Ze zit op een bank. Dat maakt haar niet per se volwassen. Ze is... 17. Ze is 17. Ja, ze is 100% zeker 17. Ze is 20. Ik had fout. Oké, deze dame. Zeg maar, ik probeer te kijken naar de ogen. Op een of andere manier geeft dat soms iets weg. Zeg maar, het gezicht, hè, make-up, you know. 18. Zij is 18. 21. Oké, dit meisje ziet er echt jong uit. Like, zij is sowieso 15. Ik bedoel, dat is niet per se jong of zo. Maar wel ten opzichte van al die andere dames van boven de 20. Zij is 15. Dat kan niet al. Ze is 11. Wauw, dat is ook nog wel een verschil. Oké, dit meisje, ze heeft een iPhone. Nou, dat zegt niet zoveel. Tegenwoordig hebben kinderen van 5 een iPhone. 14. Ze is 14. Ze is 16, joh. Ik ben hier echt heel slecht in. Ben ik hier gewoon heel slecht in? Of is het gewoon heel verraderlijk? Zeg maar, omdat deze dames er ouder uitzien of jonger uitzien dan ze zijn. Vooral ouder. Zij is 16. Ik weet het echt zeker dat zij 16 is. Ze is 15. Ik zit er ook elke keer zo'n stukje vanaf. Evenveel als mijn eigen waarde, mini. Oké, joh, come on, man. Ze heeft wel wat weg van Harry Potter. Dat een compliment. Ze is 17, denk ik. Ze ziet er slim uit. Ze is 14. Ik ben niet slim. Zij wel. Niet iedereen met een bril is slim. Dat is waar. Oké, wacht. Deze weet ik. Ze heeft een pizza shirt. Dat is niet per se heel volwassen. Maar wel cool. Ik zou er ook in dragen. Maar ik ben ook niet heel volwassen.
Ik heb te veel gepraat, ze is 18. Oké, dit meisje. Ik vind, als ik haar gewoon zo zou zien. Maar dit is een foto, hè. Dus we weten ook niet hoe ze er in het echt uitziet. Maar ik denk, als ik haar zo zie, 18. Gewoon volwassen, 18 jaar oud. 23! Wauw, dat is nog... Oké, okay. Dit meisje is... Zij is 16, man. 16, 17, zoiets. Weet je, laten we gewoon zeggen dat we twee leeftijden geven, oké? Okay? 16, 17, denk ik. 16! Hey, that's not the better, you know. I got it the good. Dit is denk ik een screenshot of zo van een TikTok. Het ziet eruit alsof ze iets aan het zingen is met haar mond. Ze is 16. 16, 17, zeg ik gewoon weer. 14? Even serieus, man. Toen ik 14 was, leek ik op een voetbal. Ja. Oké, okay, dit meisje... Ja, zij is... 15 of zo, man. Zij is sowieso niet volwassen. Dat kan niet. En wat is het met 14-jarigen die eruit zien alsof ze niet 14 zijn? Oké, okay, zij is 17. 1.7. Ik weet het zeker. Niets kan mij van mijn keuze weerhouden. Ze is 14. Ik moet gewoon alleen maar 14 zeggen. Het lijkt alsof je alleen maar 14 moet zeggen in deze challenge. Zij is 14. En nu ga je zien dat ik het goed heb. Zij is 15 jaar. Ik had het fout. Oké, okay, luister. Als zij 14 is, hè, dan vertrouw ik deze wereld niet meer. Ik zweer... 17. Zij is 17. 22. Oké, okay. Mijn faith in humanity is restored. Zij is sowieso boven de 20. Like, als zij onder de 18 is, dan geloof ik niks meer op deze wereld. Dan weet ik niet of een stokbrood een vogel is. Ze is 16. Hoe dan? Oké, okay, Job, come on. You got this. Ze steekt haar tong uit. Dat is super kinderachtig. Dus ze is sowieso geen 18. Dat schijnt je trouwens. Zij is 15. Ze is 17? Oké. Okay. Deze vertrouw ik ook niet, man. Zeg maar, als ik haar zo zie... Letterlijk, ik moet dit een keer met mijn oma doen. Mijn oma gaat er zo ver naast zitten. Want die weet niet hoe oud meisjes kunnen... Ze is 18. Ze is 15. Ik bedoel maar. Zeg maar, mijn oma die gaat er niet bij stilstaan... dat meisjes er tegenwoordig 30 keer ouder uitzien. Ja, dat is overdreven. Maar wel een stukje ouder eruit zien dan ze waarschijnlijk zijn. Ik bedoel, als ik haar zo zie, dan denk ik... 21 of zo? Like, 21, 22? Zoiets? Oh, en ineens zit ik er dichtbij. Het lijkt wel alsof ik het mezelf aandoe. Oké, dit meisje kijkt alsof de koffie op is en ze een slechte nachtrust heeft gehad. 18, want kinderen drinken geen koffie, right? 18. Ze is 20. Ineens doe ik het goed. Ineens kan ik het wel. Zij, ja, maar kom op, man. Deze dame is 22, minimaal. Zij is sowieso niet onder de 20. Dat kan niet. Dat kan gewoon. Ze is 19. Oké, deze dame is echt... 14 of zo. 14, 15. Maar dit is een soort van geforceerd oud willen lijken. Ligt dat aan mij? Het ligt aan mij, ze is 21. Oké. Let's get it, man. Zij is... Deze chick ken ik ergens van. Ze is 16, denk ik. Ik denk dat zij 16 is. 14? Oké, maar luister. Dit meisje is echt 6 of zo. Oké, dat is overdreven. Nee, zij is denk ik 13. Zij ziet er niet ouder uit dan 13. Like, 14! Waarom moet het universum mij elke keer gewoon... Oké, deze dame is 18. Zeg maar, soms heb ik gewoon dat ik het ineens goed heb. Maar soms ook niet. Hey, ze is 18, ik zeg het toch. Oké, deze dame. Ze heeft een mooie bloemenkrans, die is nep. Die bloemenkrans is niet echt, dat is gefotoshopt. Deze dame is... Nou, ik durf niks meer te zeggen, want ik zit er elke keer zo ver naar 18. 16. Oh, dit is een dude. Oké, dat maakt niet uit. Ik bedoel, gokken we ook gewoon. Het gaat erom, hoe oud is hij op deze foto, hè? Misschien dat hij nu ouder is, want deze gast is geloof ik bekend. Ik denk dat hij hier 15 is of zo? 14? Oh, dat is op zich, dat scheelt maar een jaartje op. Dat is oké. Oh, dit is sowieso een bekendheid. Zij is 18, denk ik, man. Ze is 20. Oké, deze dame is, en hou je vast, 19 jaar. Oh, ze is ouder. 24. Ik ben hier zo slecht in. Oké, deze ronde wordt medium. Wacht, wat? Dus net was makkelijk? Like, wat? Oké, deze dame. Oh, deze is zo verraderlijk. Letterlijk, ik kan hier een 21-jarige in zien, maar ook een 15-jarige. Het universum heeft mijn hoofd gesloopt, zojuist. Deze dame is minimaal 19. 13? Dit is geen 13! Ik denk letterlijk dat ik zo meteen geen eens een pizza meer kan maken. Gewoon literally. Ik ga niet meer weten hoe lang ik een pizza in de oven moet doen. Dit heeft heel mijn mind gewoon geflopt. Ja, nu durf ik niks meer te zeggen. 15? 15! Oh, ik word hier goed in. Deze gast is 13. Waarom ziet hij eruit alsof hij gewoon katten in zijn kelder verstopt? Sorry. Hij is 13, denk ik, man. 20! Wacht, wat? Oh, dit is ook weer verraderlijk. Laten we wel wezen. De manier waarop je kijkt. De houding die je aanneemt. De hoeveelheid make-up. Het gaat allemaal meetellen wanneer je iemands leeftijd raadt. Ze is 16. Ik praat er weer te lang. Oh, dit meisje is echt 13 of zo. Maar ja, het kan ook weer zijn dat ze juist gewoon lijp boven de 20 is. Maar dat ze er gewoon heel jong uitziet. Dus ik denk ik ook een filter overheen. 13. 14! Oh, wat naar. Oké, dit is echt. Dit is misschien de lastigste tot nu toe. Dit meisje kan letterlijk gewoon 16 zijn. Maar ze kan ook gewoon 26 zijn. Dat is overdreven. Maar wel 22. Ze is denk ik 20. 15. Ze is 5. Dit meisje is... Wat doe ik met mijn lippen? Ik ben echt zo van, wat moet ik zeggen? Ze is 15. Ik bepaal dat zij 15 is. Het universum kan mij hier... Ze is 14. Oké. Ik durf het niet meer. 16, denk ik. 16, 17. Weet je, geef me die gunnings dat ik twee getallen mag noemen. 16, 17. 1 en... Oh, life is
een lie! Hé, dat is complimentjeus, right? Als je gewoon iemand inschat als een kind en ze is volwassen. Is dat goed? Oh, snap. Oké. Ik wil niemand beledigen. Dit is wel een echte foto. Laten we dat voorop stellen. Als in niet zoveel make-up, et cetera. 40, denk ik. Wacht. Zij is geen 13. Oh, maar dat is echt heel erg. Ik heb 40 gezegd. Ik heb niks. Heb ik iets ergs gezegd nu? Sorry, het kwam in me op. Dat is gewoon het eerste getal wat in me opkwam. Oké, deze dame. Ja, nu vertrouw ik er niks meer van. Ik ga gewoon heel hoog raden. 25. Ik weet het. Ze ziet eruit als 16, maar meer van... Ja, maar wacht even, jongens. 51. Deze dame is al over de... Dat geloof ik niet. Dat weiger ik te geloven. Oké, het is waar. Het is wel waar, maar het is lastig te geloven. Dit meisje. Ja, bro, die is 7 of zo. Misschien nog wel jonger. Misschien 5. Laten we iets hoger inschatten. 8. Beetje doe gek. Ik denk echt dat ze onder de 6 zit, maar ik ga voor... 19? Did you win? Well, like voor meer. En adios.